We denken dat we weten wat NASA daarboven doet in die oneindige donkere stilte die we ruimte noemen. Maar weten we dat ook werkelijk? In deze video onthullen we topgeheimen, waaronder het recyclen van urine en natuurlijk mogen we de buitenaardse wezens op de maan niet vergeten. Amazing! Woohoo! 10. Urine recyclen om als drinkwater te gebruiken. Er alleen al over nadenken kan misselijkmakend zijn, maar als je in staat bent voorbij te gaan aan de gedachte je eigen urine te drinken, die door een watersysteem gefilterd is om naar flessenwater te smaken, dan is het eerlijk gezegd zo slecht nog niet. De NASA heeft sinds 2009 veel moeite gedaan om het beste waterfiltersysteem voor een astronaut te ontwikkelen door al het afvalwater dat in een ruimtevaartuig geproduceerd wordt, of het nu gecondenseerd gezuiverd water of urine is, op te vangen en te filteren. Dit werd gedaan omdat volgens hen vers water naar de ruimte sturen gewoon te duur is. Ze hebben onlangs zelfs een toilet gemaakt dat afval omzet in drinkbare H2O om het nog gemakkelijker te maken. Alles om de dorst te lessen, veronderstel ik. 9. Ruimtereizen veroorzaakt aantasting van de hersenen. Je eigen gefilterde urine drinken om gehydrateerd te blijven is iets dat aspirant-astronauten zonder probleem kunnen doorstaan. Maar hoe zit het met de mogelijkheid van hersenbeschadiging? Een studie gepubliceerd in JAMA Neurology van 23 januari 2019 onderzocht het effect van ruimtereizen op de hersenen en het lijkt op het effect van veroudering, maar dan maal 5. Omdat je je moet aanpassen aan gewichtloosheid, worden de gebruikelijke zintuigen van je hersenen en je lichaam die je vertellen dat zwaartekracht inderdaad een ding is, helemaal uitgeschakeld. Veranderingen worden vooral gezien in de witte stof van de hersenen, ook bekend als de massa die communicatie mogelijk maken door het zenden en ontvangen van signalen tussen hersencellen. Als dat nog niet alarmerend genoeg is, is het verschuiven van de hersenen binnen de schedel ook een gevolg van gewichtloosheid. 8. Ruimtegekheid. Over de hersenen gesproken, ooit extreme verveling ervaren? Zoals je misschien weet, kan je daardoor nogal bizarre dingen doen, zoals praten tegen en antwoorden op jezelf. Ik ga niet over je oordelen, dus doe gerust waar je zin in hebt. Het idee van ruimtegekheid of het helemaal gek worden door dag in dag uit hetzelfde landschap te zien, afgezonderd te zijn in een kleine ruimte en dat alles terwijl je zakken van je eigen urine drinkt, klinkt bijna als, nou ja, precies dat. Hoewel deze angst tijdens de vroege verkenningen van de NASA hoogtij vierde, is de gedachte in de loop van de tijd heel wat verstomd. Er hebben screenings van astronauten plaatsgevonden en die hebben bewezen dat ze van de eerste tot de laatste dag op hun reis naar de ruimte helder waren. Maar natuurlijk konden de mensen niet laten en ze kwamen met allerlei theorieën die ruimteexploratie bestempelden als een broedplaats voor psychoses en andere psychische problemen die gedoemd zijn om op te treden bij astronauten. Volgens de NASA is het af en toe schreeuwen van de astronauten het enige dat in verband gebracht kan worden met zoiets als een geestelijke inzinking. Al dat ruimtereizen kan behoorlijk eentonig worden. 7. Ruimteschip X-37B. Ondanks dat er niet veel informatie is over het X-37B ruimteschip, weten we wel dat het, zo zegt men, een militair vliegtuig is waarvan de oorspronkelijke missie was om technologieën te demonstreren voor een herbruikbaar en betrouwbaar ruimtetestplatform voor de Amerikaanse luchtmacht. Nadat men ontdekt had dat de missie die bekend staat als het X-37-project door de NASA werd uitgevoerd, begon men te speculeren dat het vliegtuig erop uitgestuurd was als een manier om het allereerste Chinese ruimtestation te bespioneren, de Tiangong-1. Met als reden de voortdurende strijd van wat men de ruimtewedloop noemt tussen de NASA en andere ruimtevaartorganisaties. Als je hoed van aluminiumfolie al niet kriebelde, zijn er ook andere theorieën over het X-37-programma. Zo zou het gebruikt worden om satellieten te bespioneren of zelfs om ruimtewapens te testen en ontwikkelen. Het idee dat het vliegtuig gebruikt werd om andere naties te bespioneren is niet zo ver gezocht als je er echt over nadenkt. Gewoon weer één van die dingen die aan het denken zet. 6. Office of Planetary Protection, opgericht om buitenaardse wezens te bestrijden. Iets anders dat je nieuwsgierigheid moet wekken is overduidelijk het feit dat de Office of Planetary Protections in de eerste plaats bestaat. Voor wie het niet weet, in het kort, die Office of Planetary Protections is het project om ervoor te zorgen dat de aarde niet gecontamineerd raakt door voorwerpen en wezens die zich in de ruimte bevinden of teruggebracht werden vanuit de ruimte. Nog korter gezegd, voor het geval we aangevallen worden door een soort die niet van deze wereld is. Dus vijandige buitenaardse wezens, we hebben een plan. Ervoor zorgen dat ruimtesondes, satellieten en andere dingen zorgvuldig gesteriliseerd worden via een methode als sterilisatie door droge hitte is één van de taken van dit project. Andere taken van personen die aan dit NASA-project deelnemen zijn vluchtplannen ontwikkelen, ruimtevaartbeleid formuleren en toepassen en wie weet wat nog. De Aeronautical Space Association heeft zelfs besloten een echte planetary officer, Dr. J. Nick Benardi, aan boord te verwelkomen voor het geval het echt misgaat. Ah ja, want één mens gaat ons verdedigen tegen een buitenaardse invasie. Dat klinkt als een perfect plan.
5. Voormalige nazi-leiders krijgen een baan als NASA-wetenschapper. Als één mens ons kan redden van een buitenaardse invasie, dan kunnen ze ons zeker ook redden van een nazi-invasie. Wat klinkt als een verloren episode van de Twilight Zone is geen fictie. Bekend als Operatie Paperclip, massale personeelswerving in de VS van Duitse wetenschappers, ingenieurs en technici na de Tweede Wereldoorlog was een gelukkig einde van een rampzalig moment in de geschiedenis. Maar wat als ik je vertel dat iedereen die aangenomen werd voormalige leden waren, sommigen zelfs leiders van de nazi-partij. Dit alles werd gedaan om een militair voordeel te behalen op de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. En natuurlijk ook om de ruimtewedloop te winnen. De president van die tijd, Harry S. Truman, zei dat, hoewel hij zijn twijfels had over de operatie, hij uiteindelijk de operatie goedkeurde met de uitspraak: het moest gebeuren en dus gebeurde het. Dat is nu eens iets bereiken op welke manier dan ook. 4. Een parallel universum. Als de gedachte om echte naties in te zetten om andere landen voor te zijn nog niet bizar genoeg zijn, dan kan het volgende er wel eens voor zorgen dat je hele leven moet herbekijken. Je hebt vast wel eens gehoord van de theorie van een parallel universum of zelfs van multiversums. Nee, niet het multiversum uit die Spider-Man film. Meer een andere dimensie waar alles precies zo is als hier op planeet Aarde, maar op zijn hele eigen speciale manier. Bijvoorbeeld, omdat je nu deze video bekijkt, kan een andere versie van jou in een parallel universum misschien zijn mond vol proppen met een Domino's pizza. Dit moet de verloren gewaande tape nummer 2 van de Twilight Zone zijn. Reeds in 2020 rapporteerden wetenschappers dat ze, tijdens het werken aan een experiment in Antarctica, deeltjes ontdekt hebben die uit een ander rijk zouden kunnen komen. De redenering? Objecten met een hoge energie worden tegengehouden door de vaste materie van de aarde. Wat betekent dat deze hoog-energetische deeltjes alleen kunnen worden waargenomen terwijl ze uit de ruimte neerdalen. Volgens de Antarctic Impulsive Transient Antenna of ANITA van de NASA hebben ze zwaardere deeltjes, tau-neutrino's genaamd, ontdekt die vanuit de aarde omhoog kwamen in plaats van omlaag naar de aarde. Ik moet wel zeggen dat dit op dit moment alleen nog maar een hypothese is, maar de mogelijkheid van een parallel universum waar de tijd terugloopt is wel erg gaaf. 3. Nepmaanlandingen. That's one small step for man, one giant leap for mankind is een historisch citaat dat Amerikanen echt nooit zullen vergeten. In 1969 hielpen de ongeveer 400.000 werknemers van de NASA astronaut Neil Armstrong bij 's werelds allereerste geslaagde maanlanding. Of zo zegt men. Het idee dat de maanlandingen van de NASA een hoax zijn, bestaat al tientallen jaren. Het was populairste periode de jaren 70 toen een man, Bill Kaysing, een vroegere medewerker aan het ruimtevaartprogramma die de Saturnus 5 raketmotoren hielp ontwerpen, een brochure publiceerde getiteld "We zijn nooit op de maan geweest", het Amerikaanse bedrog van $30 miljard. Het boek bestaat uit theorieën over waarom de maanlandingen vervalst werden. Een voorbeeld is dat op de foto's van de vermeende landing geen sterren te zien zijn. Andere heeft te maken met de manier waarop de schaduw valt en de populairste heeft te maken met het feit dat de wind de geplaatste Amerikaanse vlag lijkt te doen wapperen. Ondanks het feit dat niemand van de NASA ook maar één van de beweringen bevestigt en alle zogenoemde complottheorieën ontkent en ontkracht, geloven miljoenen nog steeds dat de maanlanding een hoax waren. Of dat zo is of niet, dat laat ik aan jou over om te beslissen. 2. Tijdreizende telescoop. Dus, we kunnen niet op de maan landen, maar we kunnen wel tijdreizen via een telescoop? Dat klopt niet helemaal. Laat het me uitleggen. Licht, licht en nog eens licht. Zichtbaar licht is iets dat met het blote oog gezien kan worden, maar het kan maar een bepaalde afstand afleggen tot het vervaagt. Begin december lanceerde de NASA haar eerste satelliet die röntgenstraling kan verwerken. In tegenstelling tot de Hubble-telescoop die in 1990 in een baan om de aarde gelanceerd werd, zal de nieuwe James Webb-telescoop infrarood licht kunnen zien. Wat betekent dat het menselijk oog door gas en stof in ons melkwegstelsel heen kan kijken. Omdat infrarood verder kan reizen voor het vervaagt, zal de James Webb-telescoop de mensen van de NASA in staat stellen verder terug in de tijd te kijken waar het begin van sterrenstelsels en sterren ontstonden. 1. Buitenaardse wezens op de maan. Klaar om iets te ontdekken dat niet van deze wereld is? In, wat voor velen niet zo geweldige science fiction films zijn, worden buitenaardse wezens meestal afgebeeld als groenige, grijzige figuren met grote druppelvormige hoofden en lange vingers. Maar wat als deze buitenaardse wezens echt waren? In een opname die naar de regering van de VS gestuurd werd, lekte beelden uit van wat lijkt op een wandelende schaduwfiguur tijdens de uitzending van de maanlanding van Apollo 11. De opname, vrijgegeven door het beruchte Blue Book project, zouden door een oververhitte camera toevallig genoeg onderbroken worden. Neem de beelden uiteraard met een flinke korrel zout, want het zijn meer dan waarschijnlijk geen beelden van een echt buitenaards wezen, maar het is toch best gaaf om mee te maken, vind je niet? Als je aluminiumfoliehoedjes nu nog niet in brand staan, dan denk ik dat deze geheimen die NASA niet wil dat je weet, je misschien al bekend waren. Kende je deze geheimen al? Of was je geschokt door een van deze? Laat ons weten wat je denkt in de comments hieronder.